In maart heeft de Nobele Hoeve 6 varkens gedoneerd gekregen uit de bio-industrie om ze in dit opvangcentrum een gelukkig leven te geven. Hallo, dit is de nagedachtenis van Babette, die nu overleden is. Ze wilde graag enkele dieren redden voor haar dood. Nu zijn de zeugen nog speels, maar ze moeten wel geholpen worden om te voorkomen dat ze in de toekomst problemen krijgen tijdens de berigheid. Een zeug die berig is, in haar vruchtbare periode, kan gaan bijten en uitbraakpogingen doen. Deze dieren zijn enorm sterk en gaan door tot ze een doel bereikt hebben. En dat geeft dan veel problemen bij dieren die 150, 200 kilo zwaar worden. Hier breng ik het eerste verdoofde varken op de kruiwagen vanuit de varkensweide naar een geïmproviseerde operatiekamer. In de bijkeuken van het huis. Op de tafel gaan we de sterilisaties uitvoeren. De operatie wordt uitgevoerd door dierenarts Kirsten Gert. Terwijl Kirsten het varken klaarmaakt voor de operatie, zet ik alle instrumentarium op zijn plek. Stel de narcose in en plaats de verlichting, zodat het operatieveld goed verlicht is. De varkens wegen nu ongeveer 75 tot 80 kilo en moeten met 4 personen op tafel getild worden. Tijdens de operaties assisteer ik Kirsten met de ingreep en hou de narcose in de gaten. Ondanks het slechte weer gingen de operaties zeer voorspoedig. Een operatie is ongeveer een uur van begin tot het eind. En tijdens de operatie werd het varken beademd en extra zuurstof en narcosemiddel gegeven via het gasnarcoseapparaat. Na de operatie worden ze weer teruggebracht naar de varkensweide. Hier komen de varkens bij na de operatie. Deze twee zijn al flink aan het herstellen. Nog een beetje dronken, maar eind van de dag zijn ze alweer lekker aanspreekbaar. Gaat helemaal goed. Na een paar dagen waren de varkens weer volop aan het grazen en spelen, wat een hartstikke mooi gezicht is. Alle 6 varkens zijn vlot hersteld en gaan nu een lang en gelukkig leven tegemoet op de Nobele Hoeve.